RTL heeft besloten om de geplande programma's met Matthijs van Nieuwkerk voorlopig niet door te laten gaan. Dat heeft een woordvoerder van het mediabedrijf maandag bekendgemaakt. De reden hiervoor is het rapport van de commissie van Rijn, dat vorige week verscheen en kritisch was over de werkcultuur bij de NPO. RTL en van Nieuwkerk erkennen dat ze te snel hebben gehandeld en dat de presentator nog niet klaar is voor een nieuwe start op TV. Van Nieuwkerk. Die jarenlang de wereld draait door presenteerde bij BNNVARA, Vara, stapte begin dit jaar over naar RTL. Hij tekende een contract voor vier jaar en zou onder meer een zondagavondshow en een Olympisch programma gaan maken. Het is onduidelijk of hij nog salaris ontvangt van RTL, nu hij geen programma's maakt. RTL wil daar niets over zeggen. Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL, liet in december weten dat hij van Nieuwkerk graag wilde hebben, ondanks het lopende onderzoek van de commissie van Rijn. Die commissie onderzocht de gedrags- en cultuurproblemen bij de NPO, waar Van Nieuwkerk een rol in speelde. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, zoals woedeuitbarstingen en publieke vernederingen. Van der Vorst zegt nu dat hij de timing verkeerd heeft ingeschat en dat dit niet het moment is voor Van Nieuwkerk om terug te keren op tv.